Maar wat dacht u toen u hoorde dat de daders Marokkanen waren? Ja, ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo relevant. Ik voel me een beetje ongemakkelijk bij om naar één hele tragische zaak, waarbij vooral om die grensrechter gaat, om daar nou als politicus een beetje op te gaan roepen en dan mijn eigen punten weer te hameren en te zeggen van ja, en daarom vind ik dat de hele tijd. Ik denk dat geweld is en een klap komt aan. Nee, dat is zeker waar, alleen je wil dat die klap en dat geweld wil je voorkomen en dan moet je dat wel gericht proberen te voorkomen. En als het nou heel vaak Marokkaanse jongens zijn, dan moet je eens kijken of je daar de angel uit het vlees kan trekken, toch? Ja, Nederland is een totale staat van ontkenning, in ieder geval de Nederlandse politiek, maar ook de meeste van de media. We hebben natuurlijk geen voetbalprobleem, althans dat is niet de oorzaak ervan. We hebben in Nederland een Marokkanenprobleem. En laten we dat alsjeblieft een keer benoemen. Dat Marokkanenprobleem dat uit zich op heel veel plekken in Nederland. Op de voetbalvelden, in winkelcentra, op scholen, op straat bij mensen. Maar dat is de oorzaak. Maar als het gewoon gaat om de politie en om het aanpakken, ja, dan moet je gewoon iedereen pakken die over terug gedrag vertoont. En dan maakt het mij niet uit waar die vandaan kwam. En dan zul je concluderen dat er wat vaker één bij zit met een bondkraagje, ja. Als je het NOS-journaal kijkt of naar het nieuws kijkt, lijkt het te gaan over voetbal. Waarom durft niemand te zeggen dat het Marokkanen waren? En dat het elders in Nederland ook heel vaak Marokkanen zijn? We steken de kop in het zand. En of je nou Marokkaan bent, of Jan, Willem, of Pietje, of Ahmed heet, je behoort je gewoon aan de normen te houden. Klopt, alleen in cijfers laat zien dat Jan, Pietje zich meer aan de regels houdt dan Ahmed in dit geval. Ja. Wordt het niet tijd dat de Marokkanen een keer met z'n allen op straat gaan staan en zeggen, die zoons van ons, die neven, die weet ik wat al, die moeten er een keer mee ophouden met het achterlijke gedrag, want onze naam wordt door de stront getrokken. Maar waar het uiteindelijk om gaat is dat we als samenleving elke keer weer, op het moment dat iemand een misstap maakt, dus geweld pleegt, dat we ons ertegen verzetten. En dat geldt natuurlijk ook voor de Marokkaanse Nederlanders, voor de Marokkaanse Amsterdammers. Maar ik vind dat het heel erg van belang is het probleem te houden bij de veroorzakers van dat probleem. Dat waren de Marokkanen. Ja, kijk, als er nou op een parkeerplaats in Nederland door Marokkanen mensen in elkaar worden geslagen, dan hebben we ook geen parkeerplaatsenprobleem in één keer. Dan hebben we gewoon een Marokkanenprobleem.